Wij organiseren de Crisis Management Summit. Het is de eerste keer dat we dat in Nederland organiseren. We zien dat er een enorme behoefte is om medewerkers beter te informeren in tijden van crisis. En dat crisismanagement in zich heel hoog op de agenda staat. Wij focussen als organisatie op crisiscommunicatie. En we hebben deze dag georganiseerd om klanten te inspireren. Well, crisis communication is an essential part of how we deal with events, with emergencies that we see now every day. Regretfully, the world is now much more susceptible to emergencies. We see that from terrorist events to natural disasters and many others, even cyber attacks. We need tools. We need the right tools to be able to defend ourselves, to be able to protect the people that we care about, whether it's in government, whether it's in commercial organizations, even at home. The technology exists. There is experience across the world in how to utilize technology for the protection of communities, of organizations, and it's available. And that's the message of this event. En als je nu praat met mensen die hier zijn, met klanten, met potentiële klanten, wat zijn nu de belangrijkste vragen waar ze mee zitten? Wat willen ze van jullie? Nou, er zijn een aantal dingen waar ze mee zitten. Het is toch eigenlijk wel het welzijn van de medewerker. Het doet zich een crisissituatie voor en dat kan heel breed zijn, maar ook heel nauw. Breed kan zijn wat er om ons heen gebeurt. Er zijn een paar verschrikkelijke dingen gebeurd. En als medewerkers aan het reizen zijn of in Nederland, hoe gaat het met ze? En kunnen ze terugmelden in tijden van crisis dat het goed met hun gaat? They are outlining different needs. First of all, how do I warn my people if I know of an event? How do I let them know to evacuate or to take action? A second, a very common need is how do I account for my people? Meaning, how do I know the status of people in my organization? An event may have happened. We had the events in Brussels, the event in Paris, in Nice. If I have people over there, how would I know that they are okay and be able to know how to manage the event across my organization? So the message that we are sharing with them is that we are bringing the knowledge and content to the people. So the technology and the devices are everywhere. People are utilizing smartphones and we're trying to bring some smart sense into the users. So generating experience of 30 years in 30 countries, we are the knowledge and the content in the devices. That means that we are providing information and knowledge about safety. We are utilizing the public as human sensors. We want to create a situation that when you have a smartphone and you have the device, you will be able to share with others and the authorities the information or abnormalities or any action that you detect in an early mode, and you will be able to launch a sign to the cloud and let the professionals deal with that. Vandaag zal ik vertellen over hoe de Nederlandse spoorwegen omgaan met crisismanagement. Wat is voor ons een crisis? Hoe beleven wij dit? En daarnaast ook, hoe gaan wij communicatief vlak hiermee om? Natuurlijk hebben we heel sterk een intern component daarin, richting onze medewerkers, maar ook extern, richting reizigers, maar ook politiek en alle andere belanghebbenden. En uiteraard sluit ik af met een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden om dat beeld heel duidelijk naar alle deelnemers te schetsen. Wat is nou jullie belangrijkste doelstelling op het gebied van crisiscommunicatie? Nou, op het gebied van crisiscommunicatie zijn onze belangrijkste doelstellingen om dat toch vooral binnen ons eigen gebied te doen. Wij gaan natuurlijk over de treinen, over reizigers. Dat doen we vaak samen met ProRail, maar ook andere partners als de overheid. En uiteraard gewoon open, eerlijk, transparant en het bieden van handelingsperspectief aan reizigers. Een van de voorbeelden die vanmiddag de revue zal passeren is natuurlijk hoe wij om zijn gegaan met de aanslagen in Brussel. Het is misschien een van de minst voor de hand liggende voorbeelden, maar ook op ons had het impact. Ja, weet je, wat ga je natuurlijk vertellen aan de reiziger over je treinen naar Brussel, maar ook naar je personeel. En wat is de les die jullie daaruit getrokken hebben? Nou, de belangrijkste les daaruit was vooral de emoties onder personeel. Daar moet je heel goed zicht op houden en daar moet je heel goed mee omgaan. Want dat zijn ook de mensen die zich bezorgd voelen. En uiteindelijk wil je die bezorgdheid wil je weg kunnen nemen.